Mijn naam is Anne en ik weet nu sinds 10 jaar dat ik HIV heb. Ik ben nu 26, dus op mijn 16e heb ik het bericht gekregen. Ja, je krijgt op je 16e een bericht dat je een ziekte opgelopen hebt die je de rest van je leven bij je draagt. Die invloed heeft op je gezondheid, die invloed heeft op je relaties, op het krijgen van kinderen. Ik had er wel eens van gehoord, maar ja, ik kom uit een boerendorp en je verwacht zoiets gewoon niet. Ik ben Gertie en ik ben de moeder van Anne. Wat ik heel vervelend vond, is dat je meteen de boodschap meekrijgt: praat daar met niemand over. Dus meteen dat taboe en ben voorzichtig, want mensen weten niet hoe ze ermee om moeten gaan. En praat er vooral maar niet over, want de vooroordelen zijn zo groot en dat kan meer kapot maken dan je lief is. Ja. HIV was Afrika, ver weg, niet bij je eigen kind. Nou, ik ben moeder van 2 kinderen, een jongetje en een meisje van 5 en 4 jaar oud. Mijn kinderen zijn allebei gezond geboren. Anders was ik ook nooit aan kinderen begonnen. Want het ergste wat ik me kan voorstellen is dat ik iemand ziek maak. Ik wilde mijn man geen risico laten lopen, dus we hebben ervoor gezorgd dat ik zwanger ben geworden zonder dat hij onbeschermde seks met mij gehad heeft. Dus dat ging met een spuitje. Zolang het babytje in de buik zit, heb je een gescheiden bloedbaan. Dus mijn zieke bloed kon niet bij het babytje komen. Op het moment dat je gaat bevallen, komt daar wel bloed bij kijken. Daar zit virus in, dus hoe zorg je er dan voor dat kindje gezond blijft? Ik heb tijdens mijn zwangerschap heb ik medicijnen geslikt. Die hebben het virus in mijn bloed onderdrukt, waardoor er tijdens de bevalling in mijn bloed nauwelijks virus aanwezig was. De kinderen hebben zelf ook nog 6 weken medicijnen gehad, dat als er al virus in hun lichaam gekomen was, dat het virus zich niet kan nestelen. We zijn er echt samen in gegaan, ook als gezin. Ja, het heeft ons wel dichter bij elkaar gebracht. En het was ook echt iets wat we met z'n allen deden. Nou, uiteindelijk heb ik voor mezelf 2 keuzemogelijkheden gehad. Of ik ga de rest van mijn leven in een hoekje gaan zitten huilen en mezelf heel zielig vinden. Of ik maak wat van mijn leven. En die laatste optie betekende voor mij, ik ga ervoor zorgen dat ik misschien een aantal jongeren kan waarschuwen en kan behoeden voor hetgene wat ik fout gedaan heb in mijn leven. En kwam ik eigenlijk uiteindelijk op het idee om voorlichting te gaan geven. Ik had er heel veel moeite mee met dat geheim, dat grote geheim. En op het moment dat Anne de keuze maakte om naar buiten te stappen, merkte ik dat het bij mij ook een stukje opluchting gaf. En ik stimuleer haar daarin en ik ben gewoon ontzettend trots. Als er kennis is en informatie is en er niet meer stiekem wordt verteld over HIV, dan als het gewoon een open onderwerp is, dan is er ook geen reden meer tot stigma en taboe. Dus ik denk met kennis en informatie dat je gewoon al gigantisch veel kunt bereiken.